Het is dan zeg maar de kunst wat jij er zelf als persoon in ziet en bij voelt, Karin Siebring is van mening dat Emme wel wat meer kleur kan gebruiken. En dat kan volgens de kunstenaar door elkaar juist meer kleur te geven. Het is eigenlijk denim. Stijlen, want ik doe ook uh, jassen en uh, blousen en dergelijke. Maar de, dit komt door Steven op Rinsen. Uh, Steven is een, uh, was een Amsterdamse kunstenaar. Is uh, 5 november vorig jaar overleden. En door hem naar Emmer te halen en te zien wat hij doet. Uh, en een dag met hem mee te maken. Ik vond het zo te gek, zeg maar. Het deed me heel erg aan hem om brood denken. Uh, ook verder denken. Net zoals uh, de vraag die dan vaak gesteld wordt. Wat, wat maakt dit dan kunst? Ja. Kijk verder dan je neus lang is en, uh, en ga, ga erop in. Ga kijken wat staat er precies. Het zijn misschien alleen maar lijnen of het zijn alleen maar vlakken. Maar het vertelt alsnog een verhaal. Iets wat je persoonlijk deelt met elkaar op het moment dat je ermee bezig bent. De broek van gouden Giffelwinnaar Pieter Kolwijk wordt als eerste omgetoverd tot kleurrijk kunstwerk. Ik deel zo meteen mijn verhaal met Pieter. En, uh, dus het is heel persoonlijk. Ik gebruik uh, tegenstellige kleuren. Ik heb hem gevraagd. Wat hij wel mooi vindt, wat hij niet mooi vindt. Ik heb me in hem verdiept. Ik ken hem persoonlijk. En uh, we hebben net een uh, gesprek gehad en die neem ik mee in mijn verf. En, uh, en het is dan, zeg maar, de kunst wat jij er zelf als persoon in ziet en bij voelt. Hoe vaak krijg je nou de kans om dit te doen? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik bedoel, dus dat ik dit mag doen, dat ik, ik, ik hou daarvan. Dat vind ik super gaaf. En ik vind dat heel gaaf om dan met iemand uit Emmen, ik kom zelf natuurlijk ook uit Emmen, die met zoiets ja. bezig is, om daar, dat, ja, dat samen te delen. In december moet er een pop-up-store in Emmen verrijzen, waar winkeliers en voorbijgangers hun spijkerstof door Siebring kunnen laten stijlen.